I'm a true champion. Yes, welkom allemaal bij deze nieuwe video. Vandaag zijn we weer terug in Minecraft Hardcore. Sinds de vorige keer nog wel heel erg verder, dus ja. En ik denk ineens aan iets. Deze guys gaan opbranden. Als ik ze je dak geef. Ik heb geen deur. Oké. Wat ik voor deze aflevering wil doen is beginnen aan mijn huis. Auw. Hoe ik dat voorstel dat we dat gaan doen, is eerst de locatie zoeken, of course. En zoals jullie zien, misschien weer een andere camera angle. Dat is omdat ik heel veel bezig ben met andere zaken. En dan verandert die angle wel als ik gedaan heb. Dat ik een camera er opnieuw instel. Wat ik ook nog even moet doen is even dit eten. Of dit hei pakken voor eten. Want ik ben even nog bezig met eten, gelijk altijd. Als je dit zo bekijkt, dan denk ik om daar zo te bouwen ergens. Eerst wel vlak maken, of course, en dan bouwen. Eerst wat ik ga doen is hem laten zitten. Dan ga ik hier alles plat maken. Misschien is er niet deken voor iets voor hier. Ja. Laat ik niet alles wat hier staat wil afbreken of wil plat maken of wil veranderen, ga ik toch misschien een paar zaken toevoegen. Maar hier zou wel mooi zijn voor een klein meer of zo, dus. Dat ga ik hier nu doen. Dat zet ik gewoon lopen en blijven staan. En weer verder hakken, I guess. Oh kut, die was ik dus vergeten. En toen was ze eerst naar gevallen en dat was ik niet zo fijn. Dit is toch maar beter, dit is nu gewoon heel recht te slapen. En weer verder met de grind. Dus het eerste wat ik aan denk is om op deze hoogte
onze deur te maken. Zoiets. En dan zo. Hier een grote ramen. Ja. Zo. Ja. Ja, zoiets denk ik. Dan gaan we naar achter, I guess. Een heel veel hout nodig hebben, dus daar ga ik ook voor zorgen dat we heel veel hout hebben. En we hebben ook al redelijk wat, dus dat is nice. Natuurlijk zitten we nu ook weer met een heel ander probleem. En dat is dat ik eigenlijk het stuk huis zou bouwen tot ongeveer hier zo. Ja, dus gaan we... dus ga ik dit nog grap allemaal even wegbreken met de hand en dan zie ik liever. One eternity later. Oké, dus een heel tijdje later kunnen we gewoon verder met het bouwen. Maar van achter wil ik gewoon een spiegeldeel van voor maken. Raam. Of gespiegeld. Niet gespiegeld, maar identiek deel. Zo, dat zou het moeten zijn met de muren. Wat ik nu wil doen is even dat allemaal droppen dat ik daar vanaf ben, want daar word ik wild van. Zo, even deuren maken. Hier heb ik niet genoeg mee hebben. Zo. Ik wil van achter ook nog. Zo. Ik heb ze hier. Ik nog aan zand moeten komen om er glas mee te maken. Die motherfucker heeft van mijn bed liggen. Fuck off. Oh, ga ik gewoon passen zelfs. Nu even zand te halen. Nu moet ik er eigenlijk ook nog maar even wat te smelten voor ik ga slapen. Fuck, ik ga gewoon nog slapen. Maar ik dus dacht wat van mijn bed hier te zetten en ik er toch wel indringers heb. Ik wil maar een map geven, maar ik mag niet. Oei, mijn inventory is dus vol. Zo, jij ook naar buiten. Goed. En qua kisten, daar deed ik dit te doen. Even stapels te zetten. En hier ben ik gewoon een deur in te droppen. Nee, is dat toch met die klote beesten? Boompje hier, boompje daar, heb ik klaar. Drop ik hier gewoon al even alles in het organiseren doen een andere keer. Nu als we een glas hebben, kunnen we bij spijns maken. Ik moet terug op die finance weer, want ik heb de scheid van dat kruis. Ik wil gewoon terug alle resources pack. Wacht eens even. Yes, old school. Oh, het lijkt old school, jongens.
Puinus geweer, die mag daar rijden. Zo, wat ik dus nu aan het tanken was, was de taak. Wat ik daarvoor in gedacht heb, is wel een geval op paard. Denk ik. Jammer. Ja. Zo, elk eerst gaan doen is zo een ring naar buiten maken. Rondom het hele huis. Nu doe ik wel like, veel te weinig cobblestone, dus nu zou ik eigenlijk terug moeten gaan minen. Nu, we hebben twee problemen, niet alleen cobblestone hebben we tekort, ook iron. Dus daar moet ik nog voor gaan opletten dat ik nog extra minimum 3 iron mee terugpak naar huis. Vooraleer ik een kapotte pickaxe heb. Maar 2 iron. Bullshit. Hey, nog maar iron, dat is mooi. Nog meer. En dat was het weer spijtig genoeg. Dan gaan we een beetje dieper zoeken naar iron, I guess. Eindelijk. Dit is een grote veen. Van de ganse survival nog niet één keer gevonden. Dat is ook de enige iron dat er een beetje in de schrot zat. Ironie. Nu daarmee we klaar zijn, kunnen we verder met het huis. Ja, het is nu even zo gemaakt dat hier geen mobs tag op kunnen. En anders heb ik zelf eens een nieuwe kamer genoemd en daar heb ik niet eens zoveel goesting in. Oké, dus de volgende dag. Wat ik nu wil doen is tag afwerken. Voor zover ik kan toch. Uh-oh, die gaat doodgaan. Dus ze zal die maar eens gaan helpen, I guess. Oeh, hier knopt wel iets mee. Hey, niks aan, weg erbij. Nu weer wat tools bij maken. Zo, nou, ja, verder aan de tak. Oh, wacht, nog glas. Ja, yep. Een glas kort hebben we verwacht, wel. Shit. Voor de tak op zien te geraken. Oh. Zo is er weinig kobbel. Ik heb een idee. Okay, dus nu heb ik nog een idee voor die villagers buiten dat daar een keer scheidt, omdat die altijd op mijn huizen lopen. Dus nu zullen we wel zien wat mijn idee is. Vrij simpel, maar toch vrij goed. Dus ja.
Dus nu nog rap wat steen halen en dan is het goed. Daar is er bijna om. Ik rap nog de dingen erop leggen en dan is het goed geweest, I guess. Voor erin slapen in dit spelletje. Wat ik nu dus de dag. Oh god, wat ik nu dus de dag te doen. Was dit in elke hoek zo'n opening te laten voor glas? Dan heb ik hem met blokken verkeerd plaatsen. Zodat we een beetje natuurlijk licht binnenkrijgen overdag en dat ik niet dadelijk toortjes moet zetten. En ik heb dus te weinig. Oeps. Je mag nog te weinig. En dit hebben, de kobbel, ik heb toch naar beneden liggen, dus. Eén blokje. Zo. Waar is dat blokje nu hier? Zo, gaan we slapen. Ik wil deze video tak eraf hebben. Misschien de vloer ook. Misschien de vloer ook. Ja, weet je wat, we doen de vloer ook gewoon. En wat ik dan nog extra nodig heb is dit. Even een paar tools bij maken. Eén elk. Ik zand nodig heb, maar dat is zelfs. Nu moet ik eerst nog wat kobbel hebben, dus. Ja, ik weet dat ik nu normaal zand ging bijhalen, maar ik dacht, ik moet eerst iets anders doen. Dat is nu minimum 8 zand. Nu heb ik dus ruw 4 stacks zand nodig. Waarom zullen we nog wel zien, maar. Weet jullie al wat, dat ik heel wat ga graven nu. Nu, de reden waarom ik zoveel zand nodig had, was omdat ik mijn vloer uit sandstone wil maken. Dus wat ik nu ga doen is, al het zand dat ik over heb. Nog wat. Ik denk dat ik te weinig heb. Betekent dat ik nog eens terug ga moeten gaan. Ja, definitely. Nee, dat maakt niet uit, dan doen we dat wel. Wat ik nu moet doen is zorgen voor een nieuwe pickaxe. En even slapen, want ik word wild van die regen, als die misschien morgen weg. Aha. Dus wat we sowieso wil hebben is deze de deuren hun zaakjes hebben. Of een stone moet ik nog zeggen. Want in general is de blokken wel mooi. En een mooie boventexture om op te bouwen, dus daarvan kan je. Ja, dus nu gaan we al dit hele gebeuren uitgraven. Oké, dus ik moet 3 stacks aan sandstone hebben als ik geloof hoeveel dirt ik heb weggenomen. Hell no, dat wordt veel werk. Die heb ik dit niet verkloot, want ik heb die silk touch dingen niet meer. Hier, die nu nog.
Zo, tak is het praat. Nu de vloer nog. Hey, moss block. Oh, damn. That's nice. Dat ook mooi. Is dat van de ganse ding verstopt? XD. Dit een steek. Hiervan nog in. Nu dit nog grap of zoveel mogelijk blokjes plaatsen, oké, dat ik nog niet op genoeg heb of niet. Ik denk dat ik er nog gewoon te weinig ga hebben. Alhoewel, genoeg. Oh, dag hondje. Zo. Ik heb nog blokken over en niet een beetje. Hoppa. Wat ik nu ook wil doen is... Stokjes, ja. Ja, die kan ik ook wel gebruiken. Eigenlijk deze in een item frame steken, dus juist yes, een van die koeien is inderdaad gegroeid. Maar ik krijg geen dingen blijkbaar. Daar zijn nog koeien, dus. Ja, dan ga ik die gewoon even afmaken voor één layer hebben voor een item frame. Yes. I got two. Dan denk ik die hier gaan hangen en op map erin. En zo hebben we dan een plaats, een map van de village. Zo leuk. In deze chest ga ik alle consumables duwen. Zo, dan ga ik slapen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zeg ik, doei en tot de volgende keer. Yo!